Jij gaat vandaag alles doen wat ik zeg. Oké, je ziet, dit was gewoon een droom. Er is niks aan de hand. Gewoon wakker worden nu. Dit is geen droom. Ik zit in je hoofd. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee. Waar ben ik? Waar ben ik? Oh, ik ben in Bloomburg. Alleen ben ik zo'n verschrikkelijk monster. Oh, dit meen je niet. Maar wacht, ik moet Tormen vinden. Ik voel me namelijk best oké. Volgens mij is er niks aan de hand. Ik moet tegen Tormen zeggen dat er niks aan de hand is. Waar is Tormen? Je gaat helemaal niks tegen Tormen zeggen. Wie zei dat? Hallo? Hallo, wie zei dat? Hallo, boze koning, waar ben je? Ik zit in je hoofd. En je gaat precies doen wat ik zeg. Ik ga helemaal niet doen wat je zegt. Ik moet Tormen vinden, dat is wat ik ga doen. Dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Oké, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar er zit iemand in mijn hoofd. Ik word helemaal gek. Jongens, ik weet niet wat ik moet doen. De boze koning zit in mijn hoofd. Ik zit hier in Bloomburg en... Hallo? Ze doen mij helemaal niks. Dat komt omdat ik nu waarschijnlijk gewoon één van hen ben geworden. Dit meen je niet. Ik ben te laat. Ik had eerder een tegengif moeten vinden. Hoe ga ik dit nu ooit nog oplossen? Steek de wensboom in brand. Nee. Boze koning, dat ga ik absoluut niet doen. Ik ga niet de wensboom in brand steken. Die hebben we eindelijk weer gerepareerd. Au. Wat gebeurt er? Waarom kreeg ik damage? Je moet luisteren, want ik maak voor eens en altijd een einde aan je. Oh nee, dit meen je niet. Ik moet nu de wensboom in de fik gaan steken. Hoe ga ik dat doen? Ik heb hier flint en steel. We hebben hem eindelijk gerepareerd. Dit meen je niet. Ik wil hem echt niet in de fik steken. Tormen, als je dit ooit ziet... Sorry, maar ik heb geen andere keuze. Ik moet de wensboom in de fik steken. Oké, één fikje is genoeg. Ik ga er keihard vandoor. Ik heb dit niet gedaan, oké? De wensboom moet en zal vernietigd worden. Duistere koning, je gaat hier niet mee wegkomen, oké? Tormen gaat de wensboom weer repareren. En dan gaat hij wensen dat ik weer terugkom. Ik weet het zeker. Haal TNT uit de winkel en blaas de winkel op. Ga je me nou vertellen dat ik de winkel moet opblazen? Ik heb die winkel zelf gemaakt. Ik heb hem zelf geopend. En ik had zoveel leuke ideeën om met de winkel te doen als Bloomburg weer gewoon normaal was. En nu moet ik mijn eigen winkel opblazen. Oh, waar ligt de TNT dan? Deze TNT? Zet alle TNT neer en steek de winkel in de fik. Ik ben al bezig. Ik wil niet weer pijn krijgen. Boze koning, ik heb alleen geen flint en steel. Kijk achter je. Achter me? Wat is er nou weer? Hallo? Is dat mijn flint en steel? Dankjewel. Oh, ik wil dit echt niet doen. Doe het nu in 3, 2, 1. Oké, ik heb het gedaan. Wegrennen. Oh, dit meen je niet. Daar gaat mijn winkel. Oh, ik had zo graag Bloomburg willen redden. Ik had nooit die bewaker moeten ontvoeren. En daarom ben ik nu zelf bezeten. Dit was echt het domste idee wat ik ooit heb gedaan. Ik denk dat het beter is als ik hier gewoon wegga. Want dan kan ik ook niet meer Bloomburg vernietigen. Stil blijven staan. Oké, boze koning. Ik sta stil. Waar ben je? Ik zit in je hoofd. Pak de TNT en sloop je oude basissen. Ik weet waar ze zitten en jij weet het ook. Oh, dat meen je niet. De duistere koning weet dus ook nog eens waar de geheime basissen zitten. Hoe weet je eigenlijk van deze basis af? Ik zit in je hoofd. Ik weet alles wat je van plan bent. Oh, dat meen je niet. Doe je geheime basis. Ik moet hier snel weg. Oh, dit ben je niet. Nou, daar is basis 1. En nu de basis in het bos. Oké, ik ben onderweg. Ik ga de basis in het bos ook doen. Komt helemaal goed. En als het goed is, zit die basis ergens hier. En die basis die was al gezien door de duistere bewakers. Zo bewaker wat ik nu zelf ook ben. De basis is er namelijk gewoon compleet omsingeld. Alleen, dit zijn vanaf nu mijn collega's. Ze vallen me niet eens aan. En waarom moet ik het dan allemaal opblazen? Waarom kan je niet gewoon even je collega's het laten doen? Jij wordt namelijk mijn opperbewaker. En dat betekent dat ik speciale klussen voor jou heb. Steek nu de basis aan. Oké, daar gaan we. Oh, dit meen je niet. Nou, deze die gaat ook kapot. Tormen wordt echt woest als hij dit ziet. Ik moet het tegen Tormen vertellen. Waar is Tormen überhaupt? Waar is Tormen als ik hem nodig heb? Ik weet precies waar Tormen is. En jij gaat Tormen voor mij afmaken. Ik ga Tormen voor jou afmaken. Dat ga ik absoluut niet doen. Dat ga je wel doen, maar eerst moet je al je spullen verbranden. Al mijn spullen verbranden? Hoe wil je nou dat ik mijn spullen ga verbranden? Dan moet ik helemaal lava zoeken. Waar kan ik nou weer lava vinden? Ik heb echt geen flauw idee. Kijk achter je. Achter me?
Oh, dit meen je niet. Ik wil dat je hele inventory leeg is. Oh, dit meen je niet. Alle zeldzame spullen die ik nog zo graag aan Torben wou geven, die moet ik nu gewoon gaan weggooien. Dit is zo zonde. Oké, al mijn spullen die zijn weg. Ga naar de village toe. De village. De village die is daar ook. Wat wil je dat ik in de village doe? Ik wil dat je iets van mij voor eens en altijd gaat afmaken. De laatste twee zielen zijn van mij. De laatste twee zielen? Waar heeft hij het nou weer over? Als hij het heeft over de laatste twee zielen, dan denk ik alleen maar aan Torben. Torben is een ziel en misschien nog een villager of zo. Is er nog een villager hier of zo? Hallo? Hallo? Is hier nog een villager? Eens even kijken. Is hier een villager? Nee, hier is geen villager. Wat moet ik hier eigenlijk doen? Ik moet hier iets doen. Oh, dit meen je niet. Torben! Torben! Pato, wat doe je? Torben, wakker worden! Wakker worden! Torben, wakker worden! Zo hoor je niet. Kijk achter je en maak het af. Achter me? Wat is er nou weer achter me? Hallo, duistere koning. Pak de potion en maak het af. Ik ga dit niet op ze gooien, oké? Nee, ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Ik ga het niet op hun gooien. Niet op Torben en ook niet op Pato, want Pato is ook nog een mens. Ik ga dit niet op ze gooien. Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Jesse, wakker worden. Dit is een droom. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wat is er? Het was een droom. Het was een droom. Oké, het was een droom. Ik ben niet bezeten. Dit is perfect. Torben, waar ben je? Ik moet het tegen Torben zeggen. Waar is Torben? Nee. Dit meen je niet. Waarom is de winkel weg? En dat betekent dat ook de boom in de fik staat. Ik moet de boom redden. Ik moet de boom redden voordat het weer te laat is. Of voordat hij weer helemaal kapot is. De boom zit in de fik. Oké, uit. En ik weet ook waar Torben en Pato zijn. Ik moet Torben en Pato redden voordat het te laat is. De boze koning staat daar namelijk. Waar is de boze koning nou weer? Hallo, Torben, Pato, wakker worden. Jullie moeten meekomen. Torben? Pato? Waar zijn ze?